Pascal, ik mag je dubbel feliciteren. Je bent vader van een gezonde dochter en je staat bovenaan in de competitie. Ja, dankjewel voor beide. Ik denk dat het vandaag niet echt een topwedstrijd was, maar er wordt toch op het juiste moment goed gebruik gemaakt van de kans. En helaas voor mij, de keeper maakt voor mij 2 fouten volgens mij. Dus dat is dan een beetje geluk wat we nu hebben. Maar het ziet er makkelijk uit, 1-3 in Enschede. Ja, ik vind dat het niet echt makkelijk uitziet, want dan hebben we toch op de 0-0 en in de 2-1 toch vrij veel onder druk stonden. En dat we, wat ik net zeg, dat we gewoon op het juiste moment gewoon de kansen benutten. En dat is gewoon onze kracht voorin. En natuurlijk zijn er nog een hoop dingen die voor verbetering vatbaar zijn. En daar moeten we gewoon aan werken. Maar je wint hier uiteindelijk toch vrij eenvoudig. Is dat een verschil met vorig jaar? Nou, dat weet ik niet wat een verschil met vorig jaar is, maar... Ik denk wel dat het op dit moment gewoon een hecht team is en een heel groot collectief. En dat is denk ik nu de kracht ook van ons. Het is wat aan de vroege kant, maar kan dit Feyenoord kampioen worden? Nou, daar kun je niet over praten. Ik denk dat het belangrijk is dat wij als Feyenoord zijnde met beide benen op de grond blijven staan en van wedstrijd tot wedstrijd leven. En als we slecht spelen en je blijft ook winnen, kijk, niemand heeft het daar meer over. Maar het mooiste is natuurlijk als je gewoon goed voetbal speelt en je wint. Maar... Dan hebben we gewoon van week tot week moeten leven en dan zien we waar het eindigt. Maar toch, het gaat per week beter. Want tegen NAC zag het er solide uit, maar nog niet om over naar huis te schrijven. Vorige week een prima wedstrijd tegen Heerenveen. En dit zag er toch ook bij Vlaag aardig uit. Ja, maar bij Vlaag, ja, dat klopt. Ik vond niet dat we vandaag echt heel goed speelden. We hebben af en toe zeker gebruik gemaakt van onze kwaliteit. En ja, dat is denk ik een kracht die we ook heel goed kunnen benutten met een hoop voetballers. En zeker voorin dat we het scorend vermogen hebben. Dat is heel prettig. Jullie spelen aanstaande donderdag een hele belangrijke wedstrijd in Boekarest. Ik kan me voorstellen dat zo'n resultaat toch wel een goed steuntje mentaal in de rug geeft. Ja, natuurlijk. We weten van tevoren dat het een hele zware week is. Maar het kan ook een hele mooie week worden. En je krijgt Boekarest uit en dan krijg je daarna Utrecht uit. En ja, dan weet je denk ik wel waar je ongeveer staat. Ja, Aaron Koeman heeft geen halve maatregelen genomen. Jullie gaan de hele week op trainingskamp. Dat lijkt me erg vervelend als je weet dat je dochter thuis... Licht. Ik moest al gaan pas weg, geloof ik. Dus ik heb nog een paar dagen thuis. Maar wel een paar dagen niet thuis slapen. Ja, dat is vervelend. Dat was ook gisteren vond ik het ook heel vervelend. Kijk, voor sommige jongens die zeggen dat het lekker is als je eventjes een dag even lekker rust kan hebben. Maar ja, als je pas vader bent, dan wil je natuurlijk van je dochter genieten.